Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bingel, Startportaal, Rotterdam Factoring en Kuhlman Global Forwarding BV. Goedendag dames en heren, welkom bij FC Rijnmond. We hebben weer een tafel vol deze vrijdag. Rob Baan is hier, welkom. Dennis van Eersel, die zie je vaak de laatste tijd. Maar ja, er is ook veel te doen rondom Feyenoord. En Harry van der Laan zit nu al te lachen, dus dat belooft veel goeds. Harry, nog 6 dagen. 6 dagen? Ja, nog 6 dagen. Koningjarig? Of, Nee, dat is minder. Harry. Niet normaal. Wat is er over 6 dagen? Je bent er wel voorbereid op vandaag, mag ik hopen. Ik heb geen idee, 6 dagen. Ik denk dat zelfs Rob Baan het is. Of je bent dan met Olympique Marseille bezig. Ja, oké. Maar dat is gewoon voor. Er zit nog een wedstrijdje tussen. Ja, maar daar kijken wij over. Ja, dat doe ik niet. Wij zijn de volgende wedstrijd zijn we altijd mee bezig. Rob is het met me eens. Oké. Donderdag in die wedstrijd, ik ga er toch weer over beginnen. Dennis, een volle kuip. Dat is iets om uit te zien natuurlijk. Die return op 5 mei in Marseille. Is er nou al een beetje bekend hoeveel Feyenoord supporters daarbij mogen zijn? Nee, die kaartverkoop voor de uitwedstrijd is ook nog niet opgestart. Voor de Feyenoorders dan, hè, voor het Marseille publiek wel. Daar is ook een sanctie. Hebben zij opgelegd gekregen bij de enkele vakken. De vakken van de fanatieke aanhang leeg moeten blijven. Maar hoeveel kaarten Feyenoord precies krijgt, is nog niet bekend. Wat ik wel alvast zeker weet, is dat er heel veel Feyenoorders richting Frankrijk gaan. Ja. Maar eerst nog die thuiswedstrijd dus in de Kuip. Hoe scherp denk je dat die openbare orde zal worden gehandhaafd? Want ja, Olympique Marseille supporters in de stad, maak je borst maar nat. Ik denk dat dat voor zowel de thuis- als de uitwedstrijd geldt. Ook als ik mijn oor te luisteren leg bij veiligheidsinstanties, is dit wel een wedstrijd die in beide duels echt als een hoog risicowedstrijd wordt aangestipt. Ja, nou, we gaan er lekker naartoe leven. Nog 6 dagen, Arie, 6 dagen. Feyenoord heeft er wel een potje voor, toch, tegenwoordig? Voor die boetes. Arie, eerst Feyenoord-Utrecht. Jongen. Eerst Feyenoord-Utrecht. Ja. Nou ja, Rob, jij was technisch directeur bij het laatste Feyenoord succes in Europa. Laatste Nederlandse club ook in Europa. Wat doet dat allemaal? Deze sferen rondom zo'n halve finale met jou als bestuurslid, directielid? Wat gezegd is, ook wij leefden van wedstrijd tot wedstrijd. En pas toen je dus van PSV ging winnen na die strafschop van Van Hooijdonk. En je weet, nou komt de finale, dan ga je het pas wat dichterbij zien dat het haalbaar is. En dan moet je oppassen dat je competitie dus inderdaad niet gaat verwaarlozen. Dat is wat Harry dus net bedoelt. Hè. Dus dat samenspel van wedstrijd naar wedstrijd leven. En dan komt uiteindelijk de finale in zicht en dan begint de hele stad te leven. Het zou ook heel triest zijn als je zo'n leuk seizoen draait, hè, met alles erop en eraan. Mooie succes in Europa, maar ook in de Nederlandse competitie. Als je dan die derde plaats bijvoorbeeld weg zou geven. Hè, want je moet toch minimaal deze competitie afsluiten met een derde plaats. En daarom is het heel belangrijk wat je zondag tegen Utrecht doet. Maar wat als je de Conference League kan winnen en vierde wordt? Ja, die vierde plek dan te schelen. Gaat dat nog sparen daar tegen Utrecht? Je zegt er alles bij. Dus je staat nu derde. Dus je moet je eerst focussen, zeker ook op die derde plaats. Ja, maar leefde jij niet als directielid die weken toen in 2002 op een soort van rood-witte wolk? Nee, vanuit mijn positie was je vooral bezig dus weer met het alweer bezig zijn met het nieuwe seizoen. Welke spelers kan je houden? Welke spelers blijven er? Waar wil de trainer straks versterking hebben? Ja. Wat deed het dan met de marktwaarde van de spelers? Daarom, je was vooral ook bang dat je betere spelers mogelijk kwijt zou raken. Ja. En toen Van Persie was een van de spelers die in de belangstelling kwam, mede door de successen van dat moment. Ja. Thomasson ging weg. Thomasson ging transfervrij weg. Ja, daar heb je niks voor gezien. En dat was eigenlijk mijn probleem. Al vanaf het begin van het seizoen. Hij wilde per se niet verlengen. We hebben met zijn zaakwaarnemer diverse keren allerlei opties voorgelegd. Nou, er was gewoon op een gegeven moment hij was een eigenwijs mannetje, Thomasson. Want hij zelf wilde per se niet. Die zaakwaarnemer kreeg ik nog wel zover dat hij wel wilde proberen. Maar we deden het niet. Dus toen hebben we voor het seizoen hebben we gezegd, weet je wat, we stellen hem gewoon niet meer op. We zetten hem in tweede en dan kijken we wel tot hij dus overstag gaat en gaat verlengen. Nou, dat hebben we gelukkig niet gedaan. Het was wel een optie dus. Gewoon laten meespelen en uiteindelijk heeft hij perfect gepresteerd en daarmee zijn transfervrije status natuurlijk wel weten te verzilveren. Want 2002 dan noemt iedereen Pierre van Hooijdonk, vlak Thomasson natuurlijk toen niet uit. Hè? Nee. Nee, goed. Nou ja, je zegt spelers behouden en volgend seizoen. Ja. Nu is het bij Feyenoord natuurlijk veel aangelegen om die spelers wel vooral in de etalage te zetten. En ook maar veel te gaan verkopen, want dat is nu het adagium natuurlijk geworden.
transfergelden gaan opstrijken. Ik lees Malaysia voor 40 miljoen naar Lyon. Excuus. Ja, 40? Dat las ik net ergens op een website. Ja, ja. Maar, staat niet op Primal.nl, ik zou het niet geloven. Als dat soort bedragen gaan tellen, dan zeg je, nou oké, dan mogen ze in de etalage. Maar, dan hoef je alleen Malaysia te verkopen, kan je voorlopig precies, even vooruit. Ja, maar het is wel een probleem. Naar, 40 miljoen naar Lyon dan. Die rijden Lyon. Maar dan nog rijden we met een Rijnmondwagen. Maar dat is wel een probleem hoor, met de huidige groep. Als je daar 3-4 spelers van moet gaan verkopen. Ja, dan vraag ik me af hoe je dat gaat oplossen voor het nieuwe jaar. Want je bent bezig met een proces, zoals ze dat dan altijd zo mooi noemen. Met een trainer die leuk en aantrekkelijk voetbal speelt. Die een goede visie heeft. En dan wil je daar ook je spelers bij hebben natuurlijk. Anders kan je niet doorgroeien. Nee. Dus het is eigenlijk, ja, ik snap wel dat er altijd financiële problemen zijn bij Feyenoord. Dat snap ik wel. Maar je moet toch ook een beetje daaroverheen kijken. En dan, wat mij betreft, ga je dan maar in de schulden. Want er moet gewoon op het veld wat staan. Ja, dit kan je niet menen, Harry. Het gaat dan maar in de schulden. Dat ja, is joh, maar dat doen ze in het buitenland allemaal. Die dat kan en dat al nou, heeft ja, meegemaakt. Nee, maar in buitenland is het heel normaal hoor. Dat er enorme schulden zijn. En dan is het bij ons altijd heel beperkt. Omdat ze hier heel streng zijn in de KNVB. Maar we hebben de nieuwe directeur horen zeggen dat hij zich nu vooral met voetbal gaat bezighouden. Ja. Minder met het stadion. Ja. Ja? Nou, dat is heel erg een gezegde, een mening, een visie, mm-hmm. Waarvan ik dan zeg, nou daar ben ik heel benieuwd naar. Wat gaat dat dan inhouden? Wat wordt er beter? En houdt dat onder andere in dat je betere spelers juist gaat proberen te houden? Want wil je de stap naar Ajax toe maken, ja, dan moet je eigenlijk de kwalitatief goede spelers zien te houden. Ja. Dat moet niet de insteek verkoop, want dat hoor ik het hele jaar al. Nee, het is behouden van je talent. Ja, maar er zijn ook gaten te dicht. Een van de speerpunten daarbij, als ze nou bedoelen focus op voetbal. Dan gaat het ook om hoe genereer je als club geld. En daar is het veel de laatste jaren over een stadion gegaan. Het is bijna een doel geworden in plaats van een middel om geld te genereren. Terwijl waarmee Feyenoord natuurlijk echt slagen slaat. Is door Europees succes te hebben, Europese tv-gelden en door transferinkomsten. En er zit natuurlijk iets tussen eigenlijk nooit iemand voor een topbedrag verkopen. Of elk jaar pak een beetje 13 miljoen gemiddeld ermee vangen. En dat is wel waar Feyenoord natuurlijk op termijn altijd naartoe moet. Ja, Feyenoord zou gewoon elk jaar moeten verkopen. Wat heel belangrijk gaat toch worden, die scouting. Hè? Zoals we dat dit jaar gedaan hebben. Hè? Toch een paar hele leuke spelers aangetrokken voor niet al te veel geld. En op die manier zullen ze nu ook weer keihard aan het werk moeten om dat voor elkaar te krijgen. Ik geloof dat ook een goede groep is geworden. Hè? Een verse groep. Ja, die hebben ze vernieuwd. En Arnezen zit daar bovenop. En ja, dat is dit jaar hartstikke goed gegaan. En ik vraag, maar als dat een keer een jaar tegenvalt, dan wordt dat toch een probleem natuurlijk. Er is nog een aspect waar Feyenoord mogelijk geld door zou kunnen genereren. En als het een beetje mee zit, veel ook. Namelijk investeerders. Gisteren was dus die persconferentie over het stadion dat het definitief niet gaat komen bij Feyenoord. Daar komen we zo meteen ook nog wel over te spreken. Maar toen werd de algemeen directeur Dennis de Kloeze daar natuurlijk ook naar gevraagd. Wanneer komen die investeerders? Hoe graag gaan jullie eigenlijk nog in zee met een externe investeerder op dit moment? Hoe groot is die wens? Nou, we zitten hier voor het stadionverhaal. Dus. De wens met een externe investeerder, als er mogelijkheden komen die goed voor de club zijn, dan zullen we daarvoor openstaan. En wat kunnen jullie daar op dit moment over zeggen? Niet veel. Er is helemaal niets gaande. Nee. Er is helemaal niets gaande. En als het dan toch gaat om gebeden zonder eind, dat was en is nog steeds een beetje Feyenoord City, maar dat is het dus ook. Ja, dit is een lang gekoesterde wens van de club. Maar als we de balans opmaken na ook een aantal jaren inderdaad dat het hierover gaat, of het nu gaat om buitenlandse, zo niet Amerikaanse investeerders, is uiteindelijk nooit zo concreet geworden als dat het soms al naar buiten toe werd gepresenteerd. Niet vanuit de club, hè, maar mensen erbuiten. En ook met betrekking tot Nederlandse investeerders, ja, dat is wel concreet geweest. Maar dan lag er een eisenpakket waarbij je ook qua zeggenschap die je als club uit handen geeft, waarbij Feyenoord zegt, ja, dat kunnen en willen we ook niet. Dus ook hierbij, ja, het antwoord zegt het eigenlijk al, is dat, ondanks al die jaren dat het over gaat, is dat nooit echt concreet en haalbaar gebleven. Maar kan het zo zijn, Dennis, dat nu dat nieuwe stadion er niet komt, dat misschien ook wel weer deuren opent voor overwegend wat Rotterdamse gefortuneerde mensen die zeggen van, nou, ik wil al instappen en met mij nog misschien wel wat mensen. Maar als wel de Kuip blijft, bestaat dat sentiment? Nou, dat is nu ook de realiteit. Hè. Feyenoord gaat sowieso de komende jaren in de Kuip moeten spelen. Daar moet, of je het nou renovatie noemt of onderhoud, er moet sowieso allereerst onderhoud aangepleegd worden. Heel veel mensen kijken dan bijvoorbeeld naar de toiletten. Maar wat denk je van allerlei veiligheidsaspecten rondom de Kuip? Zijn die middelen er nu? Heeft Feyenoord nu die middelen
En ik heb hem laten vertellen, dat zijn misschien wel tientallen miljoenen die daarvoor nodig zijn. Voor het gewoon weer een beetje fatsoeneren van het eigen stadion. Is dat geld er? Nou ja, nee, de vraag stellen is een beantwoorden. Kijk naar de jaarcijfers die Feyenoord ook heeft. Dus dit is een kostenpost waarbij er eigenlijk inderdaad ook extern geld nodig is. En net wat jij zegt, misschien nu het hele Feyenoord City verhaal van tafel is, zou het ook kunnen dat er dus andere investeerders dat die wel willen. Maar jij gebruikt net de term gebed zonder end. Ja. Wat betreft investeerders en Feyenoord zit ik heel erg nu op de stoel van oké, eerst zien en dan geloven. Maar het is toch ik denk dat het precies andersom is, dat er juist geen investeerders meer komen die geïnteresseerd zijn in Feyenoord. Juist omdat dat mislukt met dat nieuwe stadion. Of een heel mooi, modern, gerenoveerd stadion. Ik denk met een groot Feyenoord hart, Harry. Maar dan kom je dus in een kuip die niet meer eigenlijk up-to-date is. Hè? En daar van alles mis mee. En dan krijgen we nieuwe toiletten en dan? Maar in jouw inleiding zei je gefortuneerde mensen. Ja. Over welke bedragen praten? Gefortuneerd kan je zijn met 50 miljoen in Nederland. Maar voor een club zoals Feyenoord naar de top toe brengen, kom je in Qatar terecht, in de Emiraten of Saoedi-Arabië. Daar zitten de grote prinsen met de grote inkomens van de miljarden. Want die heb je nodig. Zou die welkom met zijn in Rotterdam? Met 50 miljoen ga je het niet redden. Denk je dat supporters dat pikken? Je ziet wat er bij NAC gebeurt de voorbije tijd. Als je naar City groep, dat wordt tegengehouden. Pak nou ook Paris Saint-Germain of pak dan Manchester City. Als het in die orde komt, dan gaan ze het pikken. Want dan wordt het de strijd Ajax weer. Die het nu nooit meer gaat worden. Dus of je houdt je sentiment. Maar dan moeten de supporters gaan accepteren dat het dan altijd derde, vierde plaats gaat worden. Ja, want PSV heeft ook gewoon meer te besteden. Ja, en anders moet je naar maar die halen dat ook vanuit het Eindhovense. Hè? Die hebben daar ook gewoon grote investeerdersgroepen. Waarom hebben we dat hier dan niet? Die hebben wel ene Philips nog achter zich. Met een achterdeur. Hè. Die doet zogenaamd weer leningen. En die worden op bepaalde manier dan wel ooit misschien weer terugbetaald. Maar dat weten we dan. Nou, we hebben natuurlijk ook nog een probleem. De Nederlandse competitie is te klein. Voor dat soort miljardairs hebben het over. Die erin willen stappen. Ja, maar je hoeft niet als ze Champions League gaan spelen. Want dat is wat ze makkelijker kunnen halen in Nederland. Maar je moet natuurlijk topspelers dan naartoe kunnen halen. In de Nederlandse competitie. Ja. En ik ga ons niet vergelijken met Schotland. Wij zijn verder dan Schotland. Maar daar moet je het een beetje zien. Hè. Schotland heeft ook altijd problemen. Celtic, Rangers hebben altijd problemen om echte topspelers daar naartoe te halen. Terwijl er best wel wat geld zit. Maar je wilt niet in die competitie spelen als jij een topspeler bent. Dus dan wil je in Engeland, Spanje, Frankrijk, Duitsland. Hè, die gaan allemaal de echte goede spelers eerst. Ik denk dat de realiteit van nu wel dwingt tot iets minder grotesk denken. En een kleinere investeringen om bijvoorbeeld, als je kijkt op horecagebied, kan Feyenoord nu 350 mensen een diner aanbieden en daarmee geld verdienen. Als je dat alleen al kan verdubbelen. In de business club bedoel jij, En je hebt dan een investeerder die daarbij ook weer zijn investering kan terugverdienen. Daarin, ik denk dat eerder dat je veel kleiner aan micro-investeringen bijna moet denken. Maar je wordt omdat dit soort grootschalige plannen zijn allemaal gebleken tot nu toe, is niet te financieren en op dit moment niet haalbaar. Maar ik vind het toch wel heel armoedig hoor. De grootste havenstad zo'n beetje van Europa. Dat die niet in staat is om een stadion neer te zetten. Dat is toch belachelijk. En hoe dat nou ooit ontstaan is. Hè, dat is al vanaf de jaren 70 is het al mis. Hè, financieel. Vanaf midden jaren 70. En we waren even de beste van Europa. En dat is heel snel achteruit gegaan. En dat is eigenlijk nooit meer echt goed gekomen. Met incidentele uitschieters zoals 2002. En misschien nog een paar kampioenschappen. Nou ja, nu geen nieuw stadion. Een wat verloederd stadion. Laten we eerlijk zijn. We houden allemaal van de Kuip. Maar eigenlijk kan het niet meer. Nee. Geen investeerders wordt hier geconstateerd. Dat is wel een heel negatief rijtje wat ik zo opsom over de Club Feyenoord erop. Jawel. En we kunnen er nu nog lang over doorgaan. Ik zou me liever beperken nu tot. Kijk nu wat Feyenoord op dit moment presteert. Dat is het maximale binnen de budgetten die ze nu hebben. En nou wordt het de kunst om dat in ieder geval jaar in jaar aan te blijven volhouden. En zodat je misschien kan concurreren met PSV. En dan moet je Ajax maar gaan vergeten. En ik had nog één ding. Dat heb ik toen bijna een jaar geleden al eens een keer gezegd. En dat is heel raar misschien. Maar dat is een nationaal stadion. En dat is de Nederlandse staat daar dan eigenlijk ook voor op de rijden. Vond ik toen al een goed idee van. Een nationaal stadion waar ook de Nederlandse de interlands gespeeld worden, waar alle grote evenementen plaats kunnen vinden. Zo'n stadion en dat wordt dan in Rotterdam neergezet en daar heb je ook de plek voor. Dus dat lijkt mij nog de enige optie. Nou, dan zeg je iets, de plek voor, want ja, ooit zal Feyenoord toch moeten gaan verbouwen of er zal ooit een nieuw stadion komen of inderdaad een nationaal stadion. Maar ja, de vraag is zomaar wel, waar dan? Zeker als de Kuip gewoon blijft staan. Die vraag vandaag voorgelegd aan de Rotterdamse wethouder Van Gils.
Absoluut. Er is nog gekeken naar waar ooit het trainingsveld lag en wat nu die enorme parkeervlakte voor het topsportcentrum. Maar dat kan echt niet. En voor de rest, als je zegt, we gaan die kavel niet eindeloos reserveren, kan het daar ook niet. En rond de IJsselmonden, je moet aan het OV zitten, daar staat al een Maastadziekenhuis, daar kan het ook niet. Zelfs in Barendrecht wordt gebouwd, de Charlose Poort, dat is midden in, langs het havenspoor, risicogebied, groepsrisico, kan het ook niet. Dus ja, dan is er op Zuid weinig ruimte om te denken dat het ergens anders kan. Nee, zou ik niet weten waar. Nee, als kijk, op een gegeven moment gaat natuurlijk de gemeente gaat doorpakken, omdat Feyenoord City ging ook over meer dan alleen een stadion. Hè? Een impuls aan Rotterdam-Zuid, woningen die er moeten komen. Linksom of rechtsom, die woningen gaan er komen. Misschien ook wel met wat vertraging nu, hè? Met de Raad van Statenzaak. Gaat het bestemmingsplan overeind blijven? Nou, we hebben net uitgebreid over gesproken in de uitzending hiervoor. Ga dat terugzien ook. Maar er gaat uiteindelijk woningbouw daar komen. En wat hij zegt, als in de toekomst Feyenoord dan toch opeens weer bij Nieuwbouw uitkomt, ja... De ruimte daarvoor is beperkt tot niet. Langzaam komen we tot een afronding wat betreft het stadion dossier. Ik luister in die zin graag naar Rob. Dat doe ik altijd. Maar toch nog even het stadion, Feyenoord, voor de duidelijkheid. Dat is een ander bedrijf. Ja. Die zijn not amused, hè, om maar even die vreselijke Engelse term te gebruiken. Dat klopt. Gisteren bij de persconferentie werd er natuurlijk doorverwezen. Ja, deze vraag moet je eigenlijk stellen bij stadion Feyenoord. Die waren er niet. Die waren er zelf niet bij. Dus vanmorgen het eerste wat ik heb gedaan was contact daarmee. Maar wat zegt dat tussen de verhoudingen? Dat stadion Feyenoord afwezig is bij zo'n voor de club belangrijke persconferentie? Dat zegt dat het overduidelijk is dat er dus inderdaad twee entiteiten zijn. Al is er wel gezamenlijk afgesproken dat Feyenoord de kar zou trekken, ook qua woordvoering vanaf nu in dit dossier. Maar ja, als je dan vervolgens moet doorverwijzen en diegene zit er niet naast, is dat niet handig. Nou ja, vandaag de lezing dat ze erg teleurgesteld zijn dat de keuze niet toch opnieuw was uitgevallen. Volgens hen wijst het rapport uit dat dat toch wel had gekund. En ze gaan nu in kaart brengen wat exact de schade, wordt er gedoeld natuurlijk, de financiële schade. Ja, want gisteren zat jij hier ook aan tafel en dan valt wel het woord faillissement van het stadion. Dat zijn van die termen, dan schrik je toch even. Hoe realistisch is dat? Waarbij ik meteen nog eens benadruk, want op één keer in uitzending heb ik dat niet gedaan. Je bent pas failliet op het moment dat je lasten niet meer kan dragen, dat je failliet verklaard bent. Ja. Dus dan ga je kijken naar hoe is die financiële situatie, wat voor een schuldenlast komt er nu ook nog bij. En dan maak je een inschatting op, stel er komt geen extern geld bij, kun je dan de kop nog boven water houden? Ik heb daar persoonlijk, ook op basis van gesprekken die ik met andere experts heb, ook daar mijn twijfels bij. Richting de aandeelhouders zegt Stadion Feyenoord dat ze dat nog kunnen dragen. Maar mocht het niet zo zijn, om toch één positief, hoe kan er nou iets positiefs ook uit deze malaise voortkomen? Eén woording. Dit kan wel leiden tot een situatie waarbij het eigenlijk ideaal is, hoe cru dat ook klinkt, dat de club eigenaar kan worden van het stadion, schuldenlast ook overnemen met wat ondersteuning, heb je vanaf dan één organisatie, één Feyenoord. Ik denk dat de besluitvorming bij die club op de lange termijn heel erg ten goede gaat komen. Zegen kunnen zijn. Heb jij dat in jouw tijd als technisch directeur bij Feyenoord, ben je daar tegen aangelopen? Nou, ik niet, natuurlijk van de heer, ik deed dat soort zaken, maar wat ik er dan van meekreeg was dat toch vaak wel een probleem. De eilandjes, stadion, BVO, amateur. Je had op een gegeven moment twee verschillende belangen. Ja, en terwijl die eigenlijk hadden moeten samengaan. Ja, goed. Gewoon dat we nu echt tot een einde komen. Wat betreft het stadion nog wel veel meer te spreken over Feyenoord. Maar natuurlijk op vrijdag ook altijd even de straat op, Harry. Doen we altijd, hè? Oh ja, zegt hij. Ja, op straat. Geen stadion voor Feyenoord. Nou ja, dat vind ik wel jammer natuurlijk. Ja, dat is toch jammer. Krijgen we toch weer mooie accommodatie. Weer werkgelegenheid. Ja, toch? Ik vind het prima. Het is een hele aardig kostenplaatje. En het moet toch maar opgehoest worden. Dus ik zeg goede beslissing. Als je ziet wat de bouwspullen kosten, dat is met een 10 keer omhoog gegaan. Nou, daar kun je de kaart niet mee maken hoor. Er is geen geld voor. En waar komt het dan op neer? Dan moet Jan Doedel moet dat zelf gaan betalen. Dus dan wordt alles weer duurder. En ja, ik vind het wel goed zo. Je moet begrijpen, als je iets nieuws wil doen in de toekomst, moet je ook iets kunnen vernieuwen. Nou, en dat is Feyenoord Stadion was echt daar aan toe. Als je momenteel ook niet naar het toilet kan, daar zo op fatsoenlijke manier, moet toch iets nieuws gebeuren. Alle wc's beneden, dat had al 40 jaar geleden moeten. Renovatie is wel belangrijk. Maar ja, ze hebben nou toch geld van PSV en Ajax. Ze kunnen dus alle toiletten weer opnieuw maken. Nee, gelijk mooi uitzoeken. Of niet? Nou. Daar hadden we niet op gerekend, dus. En ze moeten die
supporters van die 500.000 euro die ze elke keer verbranden moet je oppakken. Nee, maar dan kan je toch een aardig stukje voor verbouwen, of niet? Je gunt iedere vrouw zo'n man, maar die heeft overal een oplossing voor. Ja, zeker. Ja. Allemaal porselein wc's op in het stadion. Ja. Ja. Ajax betaald. Ja, ja. Zal eigen leven gaan leiden ook wel een beetje. Ja, dit is ellendig, die toiletten in de Kuip, maar alles wordt nu gerelateerd aan de toiletten. Ja, zo gaat het om qua beeldvorming. Rob, we hebben een Rotterdam voetbaldilemma hier. Als het gaat om de mini-Pierre van Hooijdonk van dit moment. De vergelijking gaat op, want Cyril Dessers heeft er 8 gemaakt in de Europese competitie. Alleen, ja, dan gaat de vergelijking met Van Hooijdonk op. Hoe zit jij in de wedstrijd? Moet je nou Dessers overnemen van Genk? Je weet dat hij er dit jaar veel gemaakt heeft. Je hebt geen idee of dat volgend jaar ook zo zal zijn. En 4 miljoen op tafel leggen? Of moet je met die 4 miljoen een jong talent aantrekken? Weet je ook niet wat je binnenhaalt. Maar ga je misschien ooit wel een transferwaarde overhouden? In een vorige uitzending heb ik al mijn mening gegeven. Oh, stel ik nu een vraag die ik al eerder heb gesteld? Dus dat is al bekend. Gebeurt je anders nooit. Ja, ik vind houden. Je weet wat je hebt. 4 miljoen is in de huidige markt een prijs waarvan je zeker zegt, nou dat is die waard. Ook al kan je zeggen, ja, je kunt hem niet meer verkopen. Maar je kunt in de komende jaren rekenen op een spits die goals maakt, die goed ligt bij het publiek, die met de trainer geweldig is omgegaan in moeilijke situaties. Niet ging mopperen, niet ging zeiken. Na 1 keer? Ja, okay, tegen, wat was het? Toen was het ook het moment dat hij zei, ja oké, okay, toen begonnen ze ineens Linssen weer te pushen. Na thuis tegen Slavia. Ja, en terecht dat hij dan zich een beetje gaat zitten verdedigen. Je moet wel een beetje pit in zitten. Dat zit er gelukkig ook nog in. Mm. Dus ik ben blij met hem en van mij mag hij maar blijven. Is dat niet onderhandelbaar, dat bedrag? Rob, volgens mij gaf hij nu wel een ander antwoord als de vorige keer. Nee, ja, dat, ik bedoel, transfersommen zijn toch onderhandelbaar? Ja, maar dit is een gelimiteerde. Een optie om hem ook definitief over te nemen. En daarbij is dus al onderhandeld wat dat bedrag is. Okay. En dan kun je niet opnieuw onderhandelen om dat omlaag te doen. Toch heb ik ook het idee, Dennis, dat het gewoon niet gaat gebeuren. Dat Genk wel alles op alles gaat zetten om hem zelf te behouden. Hangt er ook vanaf wat er daar gebeurt natuurlijk. Hè. Mocht hun aanvaller die ze nu hebben, mocht die vertrekken. Daar gonzen wel wat geruchten over, ook in de Belgische media. En dat zullen ze genegen zijn om te willen behouden. Hoewel het wel zo is, hè, als Feyenoord die 4 miljoen op tafel legt, bedoel, die optie ligt er dus al, dan kan Feyenoord dat doen. Mm. Wie moet er zondag op jouw plek gaan spelen? Bij Feyenoord? Til is er waarschijnlijk niet bij. Toornstra is geblesseerd. Er is geen aanvallende middenvelder. Ik zou Kukçu daar posteren. En die zal er een andere invulling aan geven als die twee. Maar je hebt wel een creatieve jongen dan achter de voorhoede, zeg maar. En dan een extra Hendricks op het middenveld? Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, dat prima. Ik denk dat allemaal elkaar niet zoveel ontloopt verder op de bank. Oké, okay, of kun je Rob misschien nu, je niet echt een nummer 10 hebt. Ja, Kukçu heeft natuurlijk altijd wel gespeeld. Is overwegen een ander systeem te proberen? Ja, mijn voorkeur zou zelfs zijn dat, bedoel, Linssen en Dessen samen te laten spelen. En dan kan Linssen er een beetje omheen spelen. Die zoekt graag de vrijheid. Die werkt zich sowieso altijd het Lazarus. Dus dat kan hij ook eventueel op het middenveld nog doen als hij dus wat moet terugverdedigen. Nou, dan heb je twee middenvelders nodig, Orsnes en Kukçu. En dan kan je Johan Baks of de nieuwe aankoop uit de, hoe heet die ook weer? Ja. Nou, dan kan je daar neerzetten en dan heb je twee snelle vleugels en je hebt twee jongens die een goal kunnen maken. Ja. Het is wel zo dat Linssen dat die elkaar afwisselen, dat juist ook wel werkt. Hè? Als die andere niet helemaal goed inzet en je zet Linssen erbij, dan ontstaat er weer wat. En als je ze alle twee laat opstellen en het loopt niet, heb je ook geen vervanging meer. Nou ja, en wie ben ik om een voormalig toptrainer tegen te spreken, maar daags voor een Europese halve finale je systeem wijzigen? Hoe slim of handig is dat? Dat hoeft toch niet? Ik bedoel, de buitenspelers doen wat ze normaal moeten doen en Linssen, die hebben we al een keer van links en van rechts laten spelen. Dat heeft hij ook al gedaan. Dus die kan ook wel de vrijheid krijgen om daar omheen te spelen. Die is slim genoeg. Ja, zeker. Er is een opmerkelijke statistiek als het gaat om Feyenoord tegen top 8 clubs. Want Feyenoord treft nu, komende zondag, de nummer 7, FC Utrecht. In die top 8 wedstrijden is er nu 11 keer gespeeld en door Feyenoord maar 2 keer gewonnen. Dat is iets waar we onszelf natuurlijk bewust van zijn. Op zich is de statistiek ook niet zo heel raar. Het is natuurlijk altijd moeilijker om van goede ploegen te winnen dan van wat minder goede ploegen. Het is ons natuurlijk in Europa ook heel veel gelukt om tegen hele sterke ploegen wel te winnen. Volgens mij moet je naar elke individuele wedstrijd dan teruggaan. Als ik even de komende tegenstander Utrecht bekijk, dan hebben we daar de vorige keer tegen gespeeld om zondagmiddag om 11:15. Nadat we donderdags volgens mij om 9:00 gespeeld hadden bij Elsborg. Ja, dat helpt elke keer niet mee als je na zware Europese uitwedstrijden het programma zo is ingedeeld dat je dan een
zwaarder team uit het linker rijtje treft. Ook nog in een uitwedstrijd. Dus dat zo heeft elke wedstrijd wel zijn eigen verhaal. Maar is het wel een feit dat statistieken niet liegen. Omdat we daar heel graag aanstaande zondag veranderingen in willen brengen. Ja, dat is dus komende zondag thuis tegen FC Utrecht. Gaan wij volgen op de radio zondagmiddag. Utrecht is hier niet in zijn grootste vorm, hè? Dus je treft ze wel op een prettig moment. Ja, trainerswissel. Ja. Ik wilde naar Sparta, jongens. Dat sluit deze week af in wat een beetje de week van de waarheid was. Vanavond met een uitwedstrijd bij Twente. Een week met de blamage bij Sittard. En dat gekke schouwspel, Harry, in de Gelredome, waar uiteindelijk die 6 minuten overleefd zijn. Dat sloeg werkelijk helemaal nergens op, die 6 minuten. Maar daar heeft iedereen al wat over gezegd natuurlijk. Maar dat is ongelooflijk, die zijn niet tot 1 schot gekomen, Vitesse. Dat, goed van Sparta. Wel anderhalf uur warm. Die hebben dat prima gedaan. Hè. De boel was gesloten en ze gaven niets weg, hè, zoals dat dan heet. Maar het initiatief bij Vitesse was echt schrikbarend slecht. Ja, maar zeer nuttig en fijn voor Sparta. Die 3 punten zijn er in ieder geval bijgeschreven. Ja, dit zijn gouden punten natuurlijk. Ja. Ik bedoel, hopelijk, als je nu dan daarna weet dat je naar Twente moet, dan moest deze wedstrijd moest gewonnen worden. Anders heb je eigenlijk al de klap al gekregen. Nu leven we weer. Nou, het is voor Sparta al de zoveelste keer dat je zegt ze leven weer. Maar ja, dit wordt een hele, hele zware wedstrijd voor ze. Nou, ze hebben een heel gemeen programma. Hè? Dus ze beginnen nu tegen Twente uit. Dan krijg je AZ thuis. Ja, ja. En dan Groningen uit. Dan moet je ook weer zo'n lange reis maken. En dat zijn ploegen. Ja, daar is echt heel moeilijk om van te winnen natuurlijk. Zeker in die uitwedstrijd. Ja, en Fortuna dan heeft natuurlijk... Nee, maar ze spelen dit weekend allemaal een beetje tegen elkaar. Ja, klopt, die kleine. Dus die gaan punten pakken. Ja. Dus als jij bij Twente verliest, dan verandert weer al die plekken onderin. En dan gaat het allemaal op die laatste 2 wedstrijden afkomen. En dan komt er echt druk op te staan. Hè? Als je nog de laatste wedstrijd, PEC Zwolle en Heracles. Ja, en juist druk en Sparta daarbij. Nou ja, dit is het idee dat niet echt een fijne combi is. Het helpt niet. Het helpt in ieder geval niet als je dan op dat moment onderaan staat, bij wijze van spreken. En je hebt nog 2 wedstrijden te spelen die je wel kan winnen. Op papier. Hè? Dat zijn prettige tegenstanders op papier. Maar dan komt er zo'n gigantische druk op te staan. Dat is heel moeilijk om dat dan ook in daden om te zetten. Ja, dat was spannend. Vlak voor deze uitzending wordt trouwens bekend dat het Openbaar Ministerie Tom Beugelsdijk van Sparta niet gaat vervolgen. Naar aanleiding van de verdachtmaking rond matchfixing in de competitiewedstrijd tussen Sparta en PSV. Niet genoeg bewijs, dus dat wordt gelaten. Wel, Beugelsdijk is getapt met zijn telefoon. Ze hebben wel andere signalen opgevangen. En die signalen gaat het OM doorgeven aan de KVB. Ze hebben niet bekend willen maken wat voor signalen dat zijn. Dus dat wordt allemaal voor later. Ja, het leidt weer af van waar het bij Sparta natuurlijk op dit moment. Want dit staat natuurlijk nog even los van het verhaal van een aantal weken geleden. Toen we via het Algemeen Dagblad te weten kregen. Ja, ja. Dat Beugelsdijk en Meijers een aandeel hadden in een wat toen werd illegaal over weten dat hij hem toch liet invallen. Invallen. Dus het beïnvloedt toch ook het spel van Sparta. En als ze dat doorgeven aan de KVB, dan is er wel iets aan de hand natuurlijk. Hè? Anders hadden ze die melding niet gemaakt. Nee, dat klopt. Na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse, die 6 minuten, op televisie hebben we dat allemaal kunnen bekijken. Mocht geen publiek bij, Dennis. Ja. Was er een nogal uitgesproken Sparta-supporter en graag gezien columnist, we zien hem ook hier graag, Hugo Borst, die werkelijk de vloer aanveegde met de algemeen directeur Manfred Laros. Zijn de verstandhoudingen zo ongelooflijk slecht als dat Hugo vertolkte? Nou, het komt niet overeen met de geluiden die ik terugkrijg als ik mijn oor te luisteren leg. En ook andere collega's die dat hebben gedaan binnen Sparta. Waarbij er ook wel degelijk andere geluiden zijn over hoe er onderling gecommuniceerd wordt. Hè? Want er zou dan achter de poorten van het kasteel zou er nauwelijks met elkaar gesproken worden. Manfred Laros zou een man zijn die de hand dermate op de knip heeft dat er geen enkel budget is. Nou, dat argument vind ik is volgens mij gewoon ook feitelijk te weerleggen dat niet zo is. Hè. In de zomer heb ik zelf nog, na die mislukte transferzomer, ook met Henk van Steen gesproken en met Manfred Laros. Toen was er gewoon nog budget over. Er waren gewoon heel veel transfers toen ook afgeketst. Het is niet dat er geen budget was. En ja, Manfred Laros is iemand die de financiële gezondheid misschien als een van zijn belangrijkste taken als directeur heeft. En dat zorgt voor een spanningsveld met een technisch directeur die natuurlijk wat meer wil besteden. Dus dat snap ik, dat spanningsveld er is. En daar kun je over van mening verschillen. Maar dat hij geen budget beschikbaar zou stellen, dat het zo strikt is. Nou, dat matcht niet met het beeld dat ik ervan krijg. Er zijn ook 7 spelers gekomen dit seizoen. Ja, ze zijn allemaal echt niet voor niets gekomen. Dat geeft het ook aan. En er was gewoon toen ook nog geld over, alleen die transfers waren mislukt. Ja.
Nou ja, het feit is dus gewoon, en dat zie je dus wel vaker, dat als clubs dan in nood komen, dat er dan ineens weer wel geld komt. En dat komt dan vaak niet uit het budget waar Valère Ros over heeft moeten bewaken, maar dat komt dan wel weer vaak van externe sponsors die willen meehelpen. Hè? Want dan zeggen ze, nou oké, nou moet het, hè? Want we willen niet tegen. Ik heb dat op het kasteel echt externe financiers zijn. Als dat dan niet is gebeurd, dan heeft in die zin, of dan is de kritiek terecht, want dan zeg je, ja, je moet het in het seizoen. Als het begint, moet je risico's ook durven nemen. Ik weet uit ervaring als speler echt, hoor, want ik heb twee keer bij ploegen gevoetbald die degradatievoetbal moesten spelen. En dan komt er inderdaad rond die winterstop, komen er dan allerlei andere spelers binnenvliegen. Nee, maar terugkomen op wat Rob zegt, maar het levert niks op. Nee, maar in de zomer is Jans gehaald, Mazouras gehaald, Van Krooy gehaald. Darvalou was men helemaal mee rond. Persbericht stond klaar. Alleen Vitesse hield hem toch in arm. Dus ja, het was niet dat er niks mogelijk was. Alleen het is gewoon niet helemaal gelukt. Ja, dat is pijnlijk. Maar goed. Nee, maar even leek het erop dat het richting de winterstop, rond de winterstop, werden er wat nieuwe spelers gehaald. En dat leken goede versterkingen te zijn. Verschuren, de Kamps. Noem ze allemaal maar op. Ja. Maar het levert uiteindelijk ook weer weinig of tot niets op. Nou, ik vind het wel een pijnlijke constatering. Dat we hebben nu een aantal jaren hebben we kunnen zeggen van, hey, het is eindelijk rustig op en rondom het kasteel. Hè? Was het ook, hè? Jaren van Henk en Henk. Henk en Henk. En dat merk je nu wel al terug. En hoe de hazen lopen ze. Maar dat er weer onrust is bij Sparta, die we eigenlijk de laatste jaren niet hebben gezien. Nee. Ik denk dat de club daar nooit beter van gaat worden als we teruggaan naar zo'n situatie. We hebben nog een minuutje, Harry. Excelsior speelt vanavond ook in de eerste divisie thuis tegen Telstar. Ja, spanning is eigenlijk uit het seizoen geslopen. Precies, play-offs. Ja. Maar Marinus Dijkhuizen heeft dan toch nu uiteindelijk een keer, na een paar maanden praten en onderhandelen, zijn contract verlengd. Waarvoor zou dat toch zo lang geduurd hebben allemaal? Ik heb geen idee, want als je tevreden bent over iemand, dan kom je daar wel vlot uit. Zeker in de eerste divisie, waar toch anders gehandeld wordt. Jij weet het antwoord? Ja, omdat het was voor Dijkhuizen heel erg belangrijk dat hij de rest van zijn staf ook intact kon houden. Daar moesten dan ook nog gesprekken mee gevoerd worden. En dat was een beetje aan elkaar geknoopt. Dus daarom heeft het ook het verlengen van Dijkhuizen heeft wat langer geduurd. Maar ik vind wel een goede trainer voor Excelsior. Hè? Rustige vent. Ik vind dat hij presteert ook goed met de ploeg. Dus ja, maar het is jouw oude ploegmaatje. Nee, ja, we hebben samen gevoetbald. Maar nee, als hij het niet goed doet, krijgt hij het ook te horen. Maar ik vind een nette vent. Je weet wel, geen schreeuwen, gewoon rustig. Luister, jongens, continuïteit is zo belangrijk. En dan is de kunst dat je trainer de kans geeft om dus ook. Hij had al goede resultaten behaald. Nou, dan gaat het in de dip. En dan gaan ze twijfelen. Dat was geen goed teken. Juist dan moet je vaak laten zien dat je achter je trainer staat en durven bekend te maken dat je de stop met hem doorgaat. Zeker. Nou, en een van die assistenten heeft ook getekend, Thomas Verhaar. Die zit af en toe op jouw stoel, Harry. Ik hoop dat hij dat gewoon blijft doen trouwens. Zullen we nog een uur doorgaan? Het zal toch bij die contractonderhandeling door Thomas als eis erop zijn gezet? Ik denk het niet. We moeten het hier helaas bij laten. Ik had echt nog heel langer doorgewild. Maar die tijd hebben we niet. Robbaan, wel bedankt. Ja. Ik zeg het iedere keer weer als je geweest bent, kom snel weer eens terug. Maar dat meen ik in alles wat ik heb. Ik sta voor maandag. Ik weet niet of dat doorgaat. Sta je voor maandag hier gepland? Ja. Nou, kom maar. Dat is heel snel. Dat is heel snel terug. Zie je maandag. Dennis, ook weer dat stel, Harry. Jij zien we ook weer gauw. Goed, het voetbal. Veel vanavond dus bij ons op de radio. Mag ik ook weer doen tussen 17, leuk. En zondagmiddag is het Feyenoord tegen Utrecht. Graag tot dan. En wat FC Rijnmond betreft tot maandag. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bingo, Startportaal, Rotterdam Factoring en Kuhlman Global Forwarding BV. Op onze online kanalen praten we na de uitzending van FC Rijnmond altijd nog een paar minuten door met de analist van de dag. Harry van der Laan is dat. Ik zei trouwens net nog in de uitzending dat Excelsior vanavond speelt tegen Telstar. Klopt niet, hè? Plaats dat je me nou jong AZ. Ja, jong AZ. Dat je me nou even corrigeert. Nou, het zijn bijna buren. He? Ja, dat is wel. He? Ja. Het is, de velden liggen bijna tegen elkaar. We gaan er verslag van doen vanavond op Rijnmond. Maar ja, als je dit nu bekijkt, dan is die wedstrijd waarschijnlijk al lang voorbij. Ik vind trouwens tegen tweede elfte voetbal vind ik zo armoedig voor een serieus betaald voetbalclub. Je had laatst een periode met de jonge Ajax. Dat speelde, ik geloof, bij Top Os, met een elftal. Ja, zet ze in de Eredivisie, ze worden tweede bij wijze van spreken. Maar een week later spelen ze met een team dan van 16, 17-jarigen. En ADO had het ook laatst. Ja, ik vind het geen gezicht. Hoe moet je dat nou oplossen? Nou, die horen een eigen competitie gewoon te hebben, zoals ze dat vroeger ook hadden. En toen kwamen er ook allemaal talenten door. Heb ik nooit iemand gehoord van ze moeten bij de Eerste Divisie of zo. Dan was het gewoon een goede competitie voor de tweede elftal. Een Eredivisie en een Eerste Divisie had je dan. En dat loopt tegen elkaar te voetballen. Prima, toch? En daar kwamen ook allerlei talenten door. Dus ik vind het
een totale onzin. En het is maar voor een paar clubs is het eigenlijk interessant. En dat zou voor Feyenoord interessant zijn. Ja. En voor Ajax en voor PSV. Ja, je hebt een paar grote clubs. Want die hebben de grootste talenten natuurlijk. En dan is het hartstikke lekker dat ze dan tegen eerste divisieclubs kunnen voetballen. Maar we zijn nog niet bezig voor de tweede helft of voor Ajax met Excelsior. Dus dat, ik ben daar fel tegen. Maar net als de VAR ben ik ook fel tegen. Ben jij tegen de tweede VAR? Ja, dat heb ik nog nooit verteld. De VAR is er trouwens dadelijk wel. Ja. Dat had ik ook te zeggen. Ja, de halve finale. Hebben we zoveel te bespreken gehad. In de halve finale van de Conference League. Het zou eigenlijk alleen de finale zijn. Mm-hmm. Maar hij is nu ook in de halve finale. Ja, prima. In de tweeluik tegen Marseille. Ja. Maar ik ben wel voor een VAR. Maar? Alleen buitenspel en doellijn tegen en excessen. Gewoon, nou ja, iets groots wat een scheidsrechter ja, mist. Nou ja, dat zou dan eens in dezelfde tijd kunnen gebeuren. Ja. Maar vooral buitenspel en bal over de doellijn. Want dat was die goal ook tegen Slavia, was een buitenspelgoal. En die moet dan even hersteld worden. Dat is prima. Maar al die overtredingkies en hensballetjes en weet ik het allemaal. Dan schiet je iemand tegen zijn elleboog van 5 meter. En dan gaan we naar zo'n kastje zitten kijken. Ja, hij komt tegen zijn elleboog. Ik moet een strafschop geven, want dat staat in de regels, zeggen ze dat. Terwijl iedere scheidsrechter eigenlijk niet wil geven. En iedere speler of supporter zit ook te kijken. Nou ja, spelers die soms niet helemaal niet reageren. Nee, en dan denk ik inderdaad. Ja, dan nou ja, de laatste keer dat we dat meemaakten was met Adil Awasar met Sparta. Die gaat dan komt er een bal. Die schiet bij NEC, ja, die schieten ze dan in zijn gezicht, had die bal gekomen. En dan doe je dit. Dat is logisch. Je gaat dat niet zo mee. Nou, dat was bij Ajax, ja. Ja, en nee, maar zo komen zij op voorsprong. En dan is zo'n wedstrijd klaar. En dat is, dan zeg je van, nou, dat is alleen maar... Even Rob Bagedag zeggen. Maandag ben je vrij trouwens, Rob. Dus, ja, andere keer weer. Andere nee, keer maar dan wordt zo'n wedstrijd, krijgt daardoor even een wending. Anders had Sparta het misschien, want die speelde die wedstrijd prima. Hadden misschien wel een puntje eruit gesleept. Weet jij veel? Ja. Hey Harry, nou zitten we hier 's ochtends om 9 uur te vergaderen over wat gaan we in de nababbel met Harry allemaal bespreken. Ja. Allemaal dingen voorbereid, allemaal dingen in mijn hoofd. Allemaal nu niet besproken. Nee. Dus okay. Lekker dan. Dan bewaren we die voor de volgende keer. Volgende keer. Wanneer ben je er weer? Ik weet het niet. Oh, okay. Nou, vast wel. Ik zal in mijn agenda kijken. Tot zover. Dankjewel Harry. FC Rijnmond weer maandag. Tot dan.